Mark Verheijnen bent penningmeester van de Stichting Veteranen Almelo. Een van jullie inkomstenbronnen is statiegeld. Vertel. Ja, wij zijn sinds november 2023 een officiële stichting geworden. Stichting Veteranen Almelo. En met die stichting proberen wij eigenlijk wel heel veel leuke dingen te organiseren voor onze Almeloze veteranen. En ja, daar is natuurlijk geld voor nodig. En dan met een statiegeldactie, dan kunnen we toch een beetje inkomsten genereren. Met dit statiegeld willen jullie een hele specifieke doelgroep bereiken? Ja, nou eigenlijk de specifieke doelgroep is voor de Almeloze veteranen die mogelijk hulp nodig hebben. Dat wij ook die mensen daar de hulp kunnen bieden die ze willen hebben van ons. En ja, uiteindelijk is daar wel een beetje geld voor nodig. Wat voor hulp hebben zij nodig dan? Dat is een heel groot begrip. De hulp die ze nodig hebben kan al zijn met bijvoorbeeld het invullen van papieren. Het helpen met woningen. Dat kan eigenlijk van alles wel zijn waar ze hulp bij nodig hebben. Dag buurman. Hey buurman. Heeft u dan gelegen flessen voor de statiegeld? Ja. Ja. Moet ik ze ophalen? Ik heb ze al bij de deur gezet. Oh, je hebt ze al bij de deur gezet. Nou. Financiële ondersteuning uiteraard niet, want daar is het Veteraneninstituut voor. Maar misschien wel met kleine dingetjes, vergoedingen, helpen met de bus, met de tram, met dat soort dingetjes. Hebben die mensen dan beperkingen, juist vanwege de missie die ze hebben gedaan? Nee, ze hebben geen beperkingen. Kan natuurlijk uiteraard wel. Maar in de Almelo hebben wij niet echt mensen met een hele zware beperking. Maar er kunnen wel mensen zijn met PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Dat is ernstig genoeg en daar hebben wij er best wel wat van in Almelo rondlopen, in de gemeente Almelo. Dus ja, elke hulp die wij dan kunnen geven is meegenomen. Hoe kom je daar nou zo op om statiegeld te gaan inzamelen? Nou, ik hoorde het via dat wij onder andere bij de supermarkten onder de donatieknop kunnen komen van de statiegeldautomaten. Nou, wij staan ondertussen, we hebben net de Jumbo supermarkt gehad en nu staan we bij 5 plus supermarkten in Almelo onder de donatiebutton. Dus ik ga dan af en toe een beetje bij de buurt langs van, joh, hebben jullie nog een paar flessen voor ons, statiegeldflessen, zodat ik die kan doneren aan onze stichting. Wie regelt het dan, die donatieknop? Is dat die Stichting Statiegeld Nederland? Ja, Stichting Statiegeld Nederland was onder andere een initiatiefnemer. Die had op Facebook een vraag gesteld van, joh, wie weet er een goed doel waar je met je statiegeld naartoe kan gaan? Ik heb daarop gereageerd dat ik een goed doel had, dus de Stichting Veteranen Almelo, voor onze veteranen die in de gemeente Almelo wonen. Dus en uiteindelijk hebben ze mij gebeld dat ik dat hun het een heel goed doel vonden. Dat ik de prijs daarvan heb gewonnen.